Hallo? Tweede keer goede keer, hopelijk. Ik ben van de Limburger, dat gaat allemaal een beetje trager, zeg. Als jullie mij zien, geef dan een teken dat het goed is. Dan ben ik relaxed en dan kan ik eraan beginnen. We zijn terug, een paar kijkers. Ik heb het spannend gehouden vandaag, hè. Yes, zegt er. Oh, thank God. Oké. Hallo. Tweede keer goede keer. Ik heb er heel veel goesting in. Er is juist even wat purken, maar het komt allemaal goed. Het is mijn allereerste make-up tutorial ever. En ja, ik ga gewoon aan beginnen. Ik zei er net al dat ik hou van heel snelle make-up. Het moet voor mij vooral snel gaan, maar het moet er ook goed uitzien. Ik hou van wat donkerder make-up aan mijn ogen, dus ik ga het gewoon laten zien wat eigenlijk mijn dagelijkse make-up routine is. Ik heb heel leuke productjes van 100%. Jullie kennen ze natuurlijk allemaal al. Heel natuurlijke producten op neutrale basis, op basis van mineralen. En ik heb mijn gezicht al, ik heb al een dagcrème opgedaan, een primer. En dan begin ik meestal met de Liquid Mineral Foundation. Dat is bij deze eigenlijk de concealer. Dus die ga ik ook gewoon aanbrengen. Ik doe altijd een klein beetje product op mijn hand. Dan pak ik het borsteltje. En dan ga ik er een beetje in deppen. En ik heb over het algemeen wel wat last van donkere kringen onder mijn ogen. Ik denk dat veel mensen er last van hebben, maar ik zeker ook. Dus daar begin ik altijd mee. Dus dan ga ik er goed in deppen, dat het product goed blijft zitten. Ik ga ook hier in het hoekje van mijn oog een beetje product bijnemen. Ook aan de andere kant. En dan ga ik eigenlijk ook hier aan mijn arcade boog. Zodat alles mooi egaal is. Dag Matthias. Ga je ook volgen, Matthias? Dat is goed. Ik kan er van bijleren, hè. Zo, ik ga een klein beetje meer product nemen. Ik wil zorgen dat ik overal ben geweest. Ook hier weer zo, over mijn arcadeboog. In de hoekjes. Dan ga ik hier een klein beetje over mijn neus. En ik heb last van hooikoorts, zeker nu. Dus ik snut regelmatig mijn neus. Dus heb ik hier ook altijd wel wat last van wat rode plekjes. Dus dat ga ik ook wegwerken met de concealer. In dit geval de Liquid Mineral Foundation. Nummertje 1. Die is licht genoeg om een heel dekkende concealer te zijn. Dus voilà. En ik heb een paar pigmentplekjes. En daar ga ik eigenlijk ook gewoon over met de concealer. Dan is alles mooi egaal. Het is nummertje 1 van de Liquid Mineral Foundation. Ik zal het zo laten zien. Nummertje 1. Dat is eigenlijk een perfecte kleur en is een heel leuke en goede dekkende concealer. Vind ik toch. Ik heb hier een spiegeltje staan. Ik ga even kijken in de spiegel. Zo. Heb je ook ooikoort, Charlotte? Ja, wel, ik ook. Dat is ambetant, hè, man. Ik vind het ook, maar dat hoort wel bij de lente, hè? Dus dat is, ja, en bij de zomer. Dus. Zo, stap 1 is dus bij deze gedaan. Dan volgt de tweede stap en dat is de o zo bekende Loose Mineral Foundation van 100%. Kleurtje 3 heb ik, kleurtje 3.0. En ik heb daar deze kwast bij, maar Caroline, helpt mij, hoe heet deze ook alweer? De Kabuki. Kan dat? De Kabuki of zo? Ik dacht het wel, hè. Maar dus, hoe gaat het in zijn werk, hè? We gaan een klein beetje van het product. Je kan het opendraaien dat het product uit het potje komt. En dan ga je het eigenlijk gewoon omdraaien. En doe je zo het product in een dekseltje. De Kabuki. Oh, kijk eens aan. Ik heb het onthouden. Hop, hop, hop. En dan ga je met de Kabuki in je dekseltje.
En dan ga je draaien tot het product verdwenen is in jouw borsteltje. Dus het borsteltje heeft de poeder geabsorbeerd, als we het zo mogen zeggen. Hop, en dan ga je eigenlijk over heel je gezicht en je begint rondjes te draaien. En rond en rond en rond en rond, totdat alles mooi bedekt is. Je mag best wel hard duwen, hè, want het is de bedoeling dat het echt goed in je huid, dat het goed pakt op je huid. Als je nog niet tevreden bent over de dekking, hoe? Kabukui? Sintia? Kabuki? Het is een toffe borstel, alleszins. Dus ik kan ook een klein beetje meer product nemen, want ik vind de dekking nog niet zo goed. Voor mij dan toch. Hè. Ik ga voor een avondmake-up, hè, dames en heren. Dus ik pak nog wat product. En ik blijf het herhalen tot ik een mooie dekking heb. Tot alles mooi egaal is. Het voordeel van zo'n poeder foundation is dat je totaal niet voelt dat je make-up aan hebt. Want soms als je zo van die zware dekkende liquid foundation hebt, dan heb je zo het gevoel dat je zo'n stekkende skin hebt. En dat is niet altijd aangenaam, vind ik toch. Dus hop, hop, hop. Kunnen jullie nog volgen? Zo. Lijkt me wel goed. Ik ga ook over mijn oren, over mijn hals. Dat moet ook allemaal egaal zijn. Ik kan een klein beetje product bijnemen. Dan ga ik mooi zien dat mijn hals ook bedekt is. Zo. Ja, er is wel licht op mijn gezicht. Ik zie het. Wacht. Ik heb hier trouwens een lampje staan. Wacht, even zien. Ik ga voor de camera. Dit is beter, neem ik aan. Renata zei dat er iets te veel licht was in mijn gezicht, maar is het nu beter? Mij lijkt het van wel. Zeg maar, dan ga ik door. Beetje overbelicht. Nog steeds, wacht. Even de camera bedekken, zo, hop. Is het beter? Ja, ik zie het zo, het is echt heel licht. Ah, voilà. Is deze beter? Ik denk het wel. Dus, wat is dan mijn volgende stap? Even nadenken. Oké, dat heb ik net gedaan. Dan ga ik eigenlijk over naar mijn ogen. Ik ben er net al over geweest met de liquid foundation, met eigenlijk de concealer. Ik ga het nog een keer doen, want ik wil dat alles mooi egaal is hier, vooraleer ik begin met de oogschaduw. Dat is de manier hoe ik het doe. Dat is de manier hoe het bij mij werkt. Als jullie het liever op een andere manier doen, dat kan natuurlijk zeker, maar zo werkt het bij mij eigenlijk altijd het beste. Dus ik ga er gewoon nog eens over. En dan neem ik mijn potloodje van 100%, een zwart potloodje. Ik hou van donkere kleuren in mijn gezicht. Dus mijn ogen, ik heb groene ogen en als ik ze zwaar opzet, dan komen ze ook heel mooi uit. Dus als je lichte ogen hebt, groene ogen of blauwe ogen, ik vind dat ze er altijd meer uitspringen als je een klein beetje zwart aanzet. Dus ik zweer bij zwart. Dat is nu zwart of donkere oogschaduw. Dus ik ga een lijntje trekken hier in het midden. Ik ga even in het spiegeltje doen. Dus gewoon je lijntje trekken. Ik hou ervan om ze volledig te trekken. Sommige mensen vinden dat de ogen kleiner worden als je volledig lijntje trekt. Maar dat is nu de manier hoe ik mijn make-up doe. Dus ik ga het ook vandaag doen. Dus ik trek gewoon een volledig lijntje. Ik ga dat straks ook nog wat vervagen met een borsteltje trouwens. Zo. Hetzelfde doe ik bovenaan. Dus net waar je wimpers beginnen, daar ga ik ook met een zwart potloodje een lijntje trekken. Dat moet ik wel precies doen, dus ik ga even in mijn spiegeltje doen. Maar je moet gewoon over de lijn van jouw wimpers gaan eigenlijk. Zeker niet erbuiten, gewoon net precies op de lijn van je wimpers.
En als het al niet zo perfect is, ik ga het naderhand nog wat blenden met een borsteltje. Dus dat is eigenlijk niet zo erg als het niet perfect is. Zo. Zoals ik zei, ga ik het een beetje vervagen of een klein beetje blenden met een borsteltje. Dus ik neem een oogschaduw, borsteltje. Ik heb het toch al eens klaargelegd. En dan ga ik dat gewoon wat vervagen. Hè. Eigenlijk is het een beetje gelijk een smoky eye. Gewoon wat deppen. Maar ik ga hem een spiegeltje doen, want dan zie ik het eigenlijk wat makkelijker. Zo. En dan, even kijken naar de comments. Hè. Deed je het van onder op je waterlijn? Ik doe inderdaad altijd een lijntje in mijn oog. Dat ben ik gewoon zo gewend. Sommigen vinden dat de ogen dan verkleinen, maar ik voel mij een beetje naakt als ik het niet doe. Dus daarom doe ik het altijd. Eens kijken of er nog vragen zijn. Heb je een spiegel voor je? Dan kunnen we meespieken. Ik heb geen spiegel voor me, maar ik kan laten zien hoe ik het doe. Ik doe het gewoon zo, hop. Zie je? Zo. Zo. Wat dan? Even zien dat ik geen stappen oversla. Dan, ik ga gewoon even verder doen met mijn ogen. Ik ga dat blush naar de rand doen. Ik ga dat doen. Dus, ik heb dus net twee lijntjes getrokken. En dan ga ik verder met een oogschaduw. En ik heb eigenlijk de gris foncé. Dat is eigenlijk een donkergrijze kleur. Van Saint Persan. En ik ga een beetje product in het dekseltje doen. En dan ga ik met een kwastje hierin deppen. En dan ga ik hier over mijn boogje beginnen te blenden. In het begin zal het niet zo perfect zijn, maar blijf gewoon blenden tot het oké is. Ga gewoon niet buiten je boogje. Ik hou niet van cat eyes. Ik wil echt zo mooi rond mijn boogje blijven. Dat is hoe ik vind dat het bij mij het beste uitziet. Dus ik ga dat ook gewoon doen, vanaf hier, zo. Zie je? Maar ik ga even naar mijn spiegeltje gaan. Maar je moet gewoon blijven blenden tot je vindt dat alles mooi is ingeblend. Zoals ik al zei, blijf blenden. Hop, 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 hop. Zeker niet te ver buiten je oog gaan. Want als je één keer te ver bent met een donkere kleur, ja, dan moet je weer gaan corrigeren en dat is niet zo leuk. Maak eigenlijk een soort van smoky eye, maar dan maak een snelle smoky eye. Wat Claudia zegt, begrijp het helemaal. Lijntje in de ogen, altijd mooi, maar ik gebruik altijd bruin. Dat is ook inderdaad waar. Soms gebruik ik zelfs groen hoor. Dat is een beetje gewaagd. Maar je moet het heel, heel subtiel aanbrengen. Dan valt het echt ook wel mee. Dat is ook wel echt mooi. Dus voilà, ik ga even verder doen aan dit oog. Hop, hop, hop. En dan ga je zien dat je eerste oog al klaar zal zijn. Naderhand kunnen we nog wat gaan corrigeren. Hè? Maar dat is voor straks. Ik ga beginnen aan het tweede oog. Net hetzelfde, ik heb nog voldoende product in mijn dekseltje. Dus ik ga terug wat product nemen. En ik ga beginnen met mijn tweede oog. Nu ben ik precies een panda. Het is net hetzelfde, je brengt wat product aan, hier, je ooglid. En je gaat naar je arcadeboog toe blenden. Als je vindt dat er te veel product is, doe het een beetje op je hand. Je kan het een beetje vervagen zo. Blenden, blenden, blenden. Oké. Even zien.
licht is niet zo super, hè? Dus als het niet perfect is hier, dames en heren, mijn excuses, maar ik probeer het echt zo perfect mogelijk en zo gelijk mogelijk te doen. Zo. Het product is aangebracht. Vrij gelijkmatig. Ik ga eventjes mijn handen afvegen aan een beetje water, want het zit vol onder het product. En dan kan je eigenlijk een beetje gaan corrigeren. Dat is hoe ik het doe. Ik neem dan eigenlijk een soort van... Een wattenschijfje. Wat heb ik ze gedaan? Dus om je oogschaduw te corrigeren, wat eigenlijk heel makkelijk werkt, je pakt zo'n wattenschijfje. Of zo eentje. Als je vindt dat je iets te ver bent gegaan met je oogschaduw, dan kan je dat makkelijk corrigeren door een klein beetje concealer, om in dit geval liquid foundation, aan te brengen. En dan kan je eigenlijk corrigeren waar je bent geweest. Kan je de boog ook mooi recht maken. Eens kijken naar de comments, want ik ben maar aan het gaan. Met bruine ogen kan je alles. Ja, daar ben ik 100% zeker van. Ik heb helaas geen bruine ogen. Ik heb groene ogen. Dat vind ik ook wel leuk om te experimenteren, hoor. Maar bruine ogen, ja, daar kan je ook natuurlijk heel mooie dingen mee doen. Maar ik ben een beetje aan het corrigeren. Een beetje waar ik iets uit het... Uit de lijntjes ben gegaan. Zie, ik kan heel mooi zo een rechte lijn trekken samen naar mijn wenkbrauw toe. Zo wat een trucje om alles zo wat netter te maken. Hè? Het is wel raar om ze tegen mijn eigen te babbelen. Ik mis een beetje feedback. Hetzelfde doe ik bij de andere kant van mijn oog. He, als je bent in de auto, je make-up aan het doen, je hebt een paar hobbels gehad. No panic, je kan het gewoon corrigeren op de manier hoe ik het doe. Je pakt wat concealer en gaat kijken hoe dat je eigenlijk het zou gewild hebben. Dan kan je daarna wat product bij doen als je wil. Oké, ça marche. Dan ga ik terug eventjes mijn borsteltje nemen. Ga ik terug in het tekseltje met de grijze oogschaduw. En dan ga ik heel voorzichtig proberen hier beneden, waar ik eigenlijk mijn lijntje heb getrokken, ook een klein beetje te blenden. Voorzichtig, want het kan zijn dat je hier eindigt met keiveel donkere oogschaduw, en dan moeten we weer gaan corrigeren. Het is beter of niet. Dus je moet je even concentreren. Dicht bij je spiegel gaan staan, zoals ik ga doen. En gewoon hier met je borsteltje met oogschaduw een beetje blenden. Zie je? Zien jullie het? Jij mocht straks zingen. Ik heb al gezien dat bij veel zangeressen die deze tutorial doen, dat ze moeten eindigen met zingen. Ja, we zullen straks wel zien. Ik zou nog niet klaar zijn met deze. Wat vinden jullie van mijn fast smoky eyes tot nu toe? Ik ben geen pro, hè. Maar ik doe mijn best. Zo, that's that. Je kan het altijd donkerder maken als je wilt natuurlijk. Hè? Dat kan altijd. Maar nu. Buiten de zwarte oogschaduw hou ik er ook van om het een beetje op te lichten onder de wenkbrauwen. Dat ga ik ook doen. Ik heb ook een lichtere foundation. Dat is de... Oogschaduw. Dat is de Loose Mineral Shadow Beige. En daarvan ga ik ook wat product in het dekseltje doen.
Vandaag trouwens voor de eerste keer weer gaan werken buitenshuis. Allee, werken. Ik ben naar de muziekstudio geweest. En er was één persoon aanwezig, maar we hebben echt wel de social distancing zeker nageleefd. Maar het voelde zo raar, jongen, om ineens terug weg te gaan, terug andere mensen te zien. Het was precies alsof ik een crime aan begaan was. Jullie dat ook al meegemaakt? Doe iets, hè, met een mens, die corona. Man. Dus, hè, ik ben bezig met de lichtere oogschaduw. En dan ga ik gewoon hier, dit boogje hier, waar ik nog niks heb gedaan, oplichten. Terwijl ik een ander borteltje neem, want die andere was grijs. Oké, ik doe het even in mijn spiegel, maar we gaan gewoon hier gaan we de lichtere schaduw aanbrengen. Dat is waar, pros bestaan niet, hoewel dat veel mensen heel dicht in de buurt komen, hè, Carolien? Nee, maar ja, ieder zijn ding, zeg ik altijd, hè. Ieder zijn ding. Hoe lang ben ik al bezig, eigenlijk? Ik weet het niet. Als ik traag ben, ben wel limmer, ja. Zo, ja. Ik heb het hier een beetje opgelicht. Zie je aan het boogje hier? Oh, ik zie echt bijna geen steek. Maar ik probeer echt mijn best te doen. Dat is mijn boyfriend is trying to make the light perfect. Schattig, ja. Oké. Will it do? Is het oké voor jullie? Want ik ben nog niet klaar, zo, hè? Goed, dan ga ik mij bezighouden met mijn wenkbrauwen. Ik heb niet echt van die, hoe noemen ze dat, hè? Zo'n die tattoo wenkbrows of van die powder brows. Ik zou het eigenlijk eens moeten doen, want dan kan je gewoon wakker worden en je perfecte wenkbrauwen. Maar ik pas daar gewoon mee op. Ik ben bang dat het iets te veel zou zijn en dan zit je ermee. Ja, ik ben er gewoon bang van. Ik durf veel, maar op gebied van permanente make-up... misschien dat ik toch ooit een stap ga wagen. Een vriendin van mij die heeft een nieuw salon geopend die ook permanente make-up gaat doen. Dus misschien dat ik het toch eens ga proberen. Maar vandaag... nog niet. Dus wat doe ik dan? Ik pak eigenlijk een potloodje voor de wenkbrauwen. Ook van 100%. Het is een bruine kleur. En ik ga een klein beetje product op mijn hand doen. Dat is de manier hoe ik het doe, hè. Want te veel product ineens, ik ben er bang van. Ik durf niet echt zo met dat potloodje helemaal in mijn wenkbrauw te gaan. Ik doe gewoon keiveel product op mijn hand. Goed veel product. En dan pak ik... dit borsteltje. Dun borsteltje voor de wenkbrauwen. En dan ga ik tappen in het product. En dan moet je goed kijken, natuurlijk in de spiegel of hier. En dan ga je je lijntje van je wenkbrauw na. Ik ga het doen in de spiegel, maar je weet wat ik bedoel. Hè? Gewoon de vorm van je wenkbrauw mee volgen. Trek ook geen te grote strepen. Je kan beter gelijkmatig gaan. En beginnen met een klein beetje product en dan meer product bij doen. Het is nooit leuk als je ineens een keizwarte streep hebt. Dat is niet zo goed. Is nog iedereen mee? Mij lukt het zo al niet, laat staan in de auto. Ja, maar je moet weten, ik ben al 12 jaar ga ik op tour en zo. Dus ik ben in de auto kan ik echt wel goede make-up doen. Omdat het dan gewoon snel moet gaan. En ik ben bestand tegen al hobbels. Hè? Ik ga zo mee met hobbels. Ik heb mijn oog nog nooit uitgestoken, alle chance.
Zo. Ik ga nu hetzelfde doen met de andere kant. Zie je, die is al wat meer aangezet. Deze heeft nog wel wat kleur nodig. Ik ga even wat meer product op mijn hand doen. Goed, dan nog een potlood. Wie van jullie is er gaan werken vandaag? En hoe is dat gegaan? Hadden jullie ook het gevoel dat jullie iets heel criminal aan het doen waren? Met andere mensen te zien en zo? Ik had dat gevoel echt. Dus er vraagt iemand wat is de kleur van de wenkbrauwen? Wel, dit is 100% eyebrow potlood. De kleur bruin, eigenlijk gewoon. De bruine kleur, donkerbruine kleur. Ik breng aan met een kwastje op mijn hand en zo ga ik mijn wenkbrauw aanzetten. Zo, vandaag beide paletjes gekocht. Ah, dat is goed, hè? Ik werk thuis. Ja, ik werk normaal ook veel thuis, hoor. Maar af en toe moet ik naar de studio om een paar nummers in te blikken. En dat was vandaag de eerste keer sinds de strenge coronamaatregelen. En dat deed toch wel raar. Ik terug mijn normale werkplek naar de coronaplek als verpleegkundige. Oké. Respect. Werken lukt, ik kan mijn collega's niet afmaken op het moment, dus oké. Gisteren naar kantoor geweest en voelde inderdaad raar. Dat is toch gek, hè? Een paar maanden geleden knuffelden we elkaar nog dagelijks. En nu voelt het gewoon raar om met meerdere mensen in één kamer te zijn. Zo vreemd. Maar oké, ik heb net dus mijn wenkbrauwen gedaan. Ja, als het niet perfect is, ik zie niet even goed in de camera als ik het zou zien in een spiegeltje. Dus niet te streng zijn voor mij. Ik denk dat ik redelijk tevreden ben. Ja. Ik wil nog een beetje lichtere oogschaduw gebruiken. Hier net onder mijn potlood. Om het toch nog wat meer te accentueren. Dus ik ga een klein beetje lichte oogschaduw in een dekseltje doen. En ik ga gewoon nog een keertje over. Probeer echt wel in deze zone te blijven waar geen zwart zit. Hè? Anders wordt het een knoeiboeltje. Zo. En nu? De blush. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Dus we gaan de blush nemen. Ik ben eigenlijk, zoals je al kunt zien aan mijn uitgroei, een brunette. En ik vind dat de make-up die eigenlijk het best bij je past, altijd de kleuren die het beste past bij je natuurlijke haarkleur. Omdat je ogen passen gewoon het beste bij je natuurlijke haarkleur. Dus ik gebruik ook de blush van Brunettes. Dat is deze. Van 100% Mosaic Poeder. Die heeft zo van allerlei tintjes, hè. Dus als je die blendt, dan krijg je een mooie warme gloed. Eigenlijk een soort van sun-kissed gloed. En daar hou ik wel van. Het lijkt dat ik kei bleek ben, maar ik heb kei lang in de zon gelegen tijdens het mooie weer. Dus ik heb eigenlijk een kleurtje, al lijkt het van niet. Secondje. Even blame de hooikoort. Halleluja. Dat ik mijn neus heb gesnoten, ga ik nog even met de concealer over mijn neus, want dat zit natuurlijk weer rood. Tadadada. En dan ga ik verder met de blush. Alright. Dus zoals ik al zei, deze blush, borsteltje. Hop. Mooi blenden. En dan ga je op zoek naar jeukbeenderen. Dat is een truc, hè, die duckface toestanden. Dus dan ga je hier mooi zachtjes blush aanbrengen. Niet te veel ineens natuurlijk. Aan deze kant ook.
kan al mooi dat lijntje zien, hè. En dan ga ik ook met dezelfde blush een soort van maantje maken. Ik hou ervan als hier aan deze kant van je gezicht, dat hier ook een klein beetje blush is. Dan krijg je zo echt een mooie sunkist gloed. Niet te hard gaan met die producten. Je kunt beter een beetje nemen en daarna bijwerken. Zoals ik al zei, het maantje. Even lezen, want ik ben maar aan het ratelen. Dat blauw is super mooi, totaal extreem als je het opdoet. Wendy Vervoort. Wist niet dat die bestond. Mooi de blush. Lala. Ik draag niet veel oogschaduw, maar ik begin te merken dat het beter is om het toch te doen. Ja, weet je, oogschaduw. Ik heb ook heel lang geen oogschaduw gedragen. Ik heb eigenlijk altijd potloodje gedragen of het potloodje een beetje geblend. Maar als je een avondje uitgaat, probeer toch eens te experimenteren met oogschaduw. Want het kan je ogen echt, echt extra aanzetten. Maar dagelijks hoeft dat natuurlijk niet, hè. Als we binnenkort weer kunnen gaan feesten, pak die oogschaduw maar uit de kasten, hè. Dus hop. Ik ga hier een beetje product doen. Hop, hop, hop. Ik zou wel wegblijven uit het midden van je hoofd. Want zoals bij contouren, doen ze meestal ook lichte kleuren. En hier brengen ze dan donkere kleuren aan. En hier doen ze lichte kleuren en hier doen ze ook donkere ogen. Dus ik ben heel lichtjes aan contouren, maar niet zwaar aan contouren. Gewoon met de blush ben ik een soort van contour-effect aan het doen. Dus hop, blijf hier weg uit dit driehoekje. Ga ook een beetje hier onder je kin, anders zie je daar misschien helemaal wit. En zo ga je gewoon door tot je blij bent met je gloed, hè. Is dat goed? Ik ga even vragen of jullie nog kunnen volgen. Kunnen jullie nog een beetje volgen? Wacht, hè. Anne-Carolien, als je de zonnepoeder opdoet, kan je dan nog daarover de blush korrel doen of is dat te veel? Goh, ik gebruik deze mozaïekpoeder eigenlijk ook als blush. Ik ben niet zo'n fan van rode wangetjes. Dus ik gebruik dit als blush, volledige blush eigenlijk. Maar sommige mensen zijn er wel fan van, hè. Ik ietsje minder. Maar moet ieder gewoon lekker voor zichzelf uitmaken. Zo, even kijken. En nu? Zijn mijn ogen mooi? Dankjewel. Ik ben blij dat het lukt. Ik zal een slokje water nemen. Ja, het is water met een smaakje. Dat is water met dessert. Mojito siroop. Dus eigenlijk heb je mojito non-alcoholisch. Oké. Dan gaan we nu verder met mascara, denk ik dan. Ik hou van eyeliners, maar ik kan ze zelf gewoon niet trekken. Ik kan geen twee egale eyeliners trekken. Dus Caroline, hè, van Sans Pourcent, als deze lockdown gedaan is, gaan we eens afspreken en leer mij die eyeliner eens trekken, alsjeblieft. Ik heb ook geprobeerd met zo'n stukjes plakband af te plakken. En dan toch een lijntje te trekken en de plakband weg te doen. Maar ik kan het gewoon niet. Maar maakt niet uit. Hè. Dus oké. Ik ga beginnen met de mascara van Sans Pourcent. De Le Volume Nu. Hop. Dit mooie wil ik al niet doen. Twee keer pompen. Maar ik wrijf het overtollige product dan graag hier. Normaal gebruik ik een wimperkruller, maar ik heb die vergeten boven en ik ga die niet alleen achterlaten allemaal. Maar dan gaan we de mascara aanbrengen. Hè. Dus je begint van onder. Ik bedoel, gewoon aan je lashes. En je zorgt dat je alle haartjes mee hebt. Ik ga even mijn spiegeltje doen naast mij. Soms draag ik ook wel vals wimpertjes hoor, maar dat is alleen als ik een groot optreden heb. Mijn man vroeg dus of ik meer licht nodig had. Vinden jullie dat ik meer licht nodig heb of is dat oké zo?
heb wel chance dat ik van mijn eigen vrij lange wimpers heb. Dus als ik er goed veel product op zet, heb ik wel het idee dat ik soms vals wimpertjes aan heb. Oefenen, oefenen, oefenen. Ja, Kim, I know. Maar ik heb zo vaak geoefend op die eyeliners dat ik... It's just not for me, I think. Gebruik je soms een highlighter? Ah, wel, Joyce, ik heb dat eens geprobeerd. Maar dan eindigde ik gewoon met te veel highlighter te gebruiken. Dan ben je ook weer precies zo'n pandabeer. Dus ik heb het gewoon wijselijk terug in mijn kast gelegd. En dan kan ik er wel van genieten als je voor bepaalde opdrachten wordt gemake-upt door ervaren make-up artists. Dat die wel mooi de highlighter gebruiken en dat je dan weer een beetje extra uitziet. Maar ja, ik kan het gewoon niet goed. Ik trek mijn plan. Zie, Mandy zegt het ook. Eyeliner nooit gelukt. Oh, nee, bij mij ook niet. Welcome to the club. Dus mijn eerste oog is denk ik goed gedaan. Ik ga even checken in de spiegel. Oh. Trekken jullie ook van die gekke bekken als je mascara aan doet? Ik ook, zo. Volgens mij is het goed aan die kant. Ik ga naar de andere kant. Ik ga terug in de mascara dippen. En dan doe je hetzelfde, hè. Tjak, tjak, tjak. Wel jammer, zegt onze jongste, moet ze dat zelfs afwassen. Ja, ik moet het zelfs afwassen. Misschien ga ik nog een klein date nightje organiseren met mijn vent, nu ik toch gemake-up ben, hè. Heb je dat gehoord? Tjuh, heeft het gehoord. Dat is geen verrassing meer. Oei, dan ben ik weer aan dat oog bezig. Zie, dat is het nu net, hè. Als je nu je thuis make-upt en je zit in de auto, je blijft erover gaan. Oh, dat is een grote fout wat ik soms maak. Gewoon blijven make-uppen. Oh. Iemand zei mij ooit, als vrouw mogen we maar een uurtje de tijd krijgen om je klaar te maken. En na dat uurtje moet je alles neerleggen. Want anders blijf je gaan. Ook al zit je 3 uur in de badkamer, je blijft je 3 uur schminken. Dan ziet je er echt uit als een slecht portret, zeg maar. Goeie mascara, zegt hij dan zo'n persoon. Ja, echt waar. Angelie zegt, ik mis je optredens enorm. Ah wel, ik mis optreden ook enorm. Maar ja, helaas... Kunnen we nog niet gaan optreden, maar dat komt er wel zeker en vast nog aan, hoor. Nog een beetje geduld hebben. Zo, als je tevreden bent over de bovenkant van je wimpers, kan je beginnen aan de onderkant. Zijt zeer voorzichtig, want het kan heel, heel rap gebeuren dat je ineens eindigt hier op, op dit stuk. En dan moet je weer vanaf nu beginnen. Dus goed opletten. Probeer gewoon alle haartjes hiermee te krijgen. Zo voorzichtig mogelijk. Ik ga even kijken in mijn spiegel. Hè. Oei, het is al ver, zie. Ik heb hier iets te veel gedaan. Ik heb een zakdoekje klaar liggen, dus ik ga een klein beetje corrigeren. Huistuinkeuken manier. Ik zie dat ik hier ook wat te veel heb gedaan. Dat ga ik ook corrigeren met een klein beetje concealer. Wat is jullie lievelingsmake-up eigenlijk? Hebben jullie liever van die avondmake-up of liever heel neutraal? Eens dat de mascara en oogschaduw zit, dan ga ik wat corrigeren met mijn concealer. En dus Claudia zegt avondmake-up. Ja, daar kan je wat meer mee experimenteren natuurlijk. Hè. Dus zoals ik al zei, als mijn ogen gedaan zijn, ga ik overal wat corrigeren. Ga ik net dat beetje lichter maken wat ik lichter wil hebben.
Wat ik ook soms doe, en dat is wel een trucje. Ik ga met mijn concealer in het midden van mijn neus. Je mag er zeker niet te breed in gaan. Maar dat is zo'n klein contour trucje wat ik gebruik. Ik hou niet van contouren zoals de Kardashians. Allee, ik hou er misschien wel van, maar ik ga er niet aan beginnen. Dus ik doe het gewoon in de light versie. Dus een klein beetje concealer. Probeer een dun kwastje te nemen. Mijn is eigenlijk iets te dik voor dit. Dan kan je ook gewoon met je vinger gaan als je recht kan. Hop, hop, hop. Probeer gewoon recht te gaan. Zo. En dan ga je met je bronzer, of met een donkerdere blush, ga je ook eventjes met je vinger indippen. Dit is echt gewoon mijn manier. Dit is geen pro-techniek, maar dan ga ik het tussen mijn twee vingers wat toppen. Hop, 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 hop. Dat er productie zit tussen je twee wijsvingers, middelvingers. Dan ga je hier een beetje het lijntje volgen. Dat mag zeker niet te fel zijn, want het trekt echt op niks. Gewoon een klein beeldje. Niet te veel, nee, niet te veel. Hop. Dat is gebeurd. En dan moet je gewoon kijken, hè, wat heb ik nog nodig. Misschien een klein beetje meer wenkbrauwen, vind ik. Terug een beetje product. Het potloodje van de wenkbrauwen. Jelle van Daal, misschien een workshop met de vorige buurvrouw. Ah wel, dat zou wel eens leuk zijn. Dan kunnen we tips en tricks aan elkaar uitwisselen. Dus Christine, dat was mijn vroegere buurvrouw. Ik woonde toen nog in Zonhoven. Ik woon nu in Koersel, een stukje verder. Maar dat was een zeer toffe madame. Courage, Annemie. Goed idee, Christine. Ja, inderdaad. Goed, ik merk al verschil, maar ga nog even wachten om de foto te nemen. Ja, ik ben nu klaar, zo. Misschien mijn ogen nog een klein beetje bijen. Of een klein beetje blush. Ik ga nog een beetje blush bijden. Want zo werk ik, hè. Ik doe make-up, maar ik kan altijd bijden. Ik doe liever bij dan dat ik mijn gezicht weer helemaal moet gaan ontschminken. Dan zeg je, wauw, je wenkbrauw niet te... Oh, nee. Zie, dat is wat ik bedoel. Ik zie niet supergoed in deze camera. Dus ik wil echt ook niet overdrijven. Beetje blush hier. Blush, 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 blush. Dan ga ik nog een klein beetje corrigeren met concealer. Op de laatste plekjes, zoals mijn walletjes. Er kan soms wel wat product gevallen zijn. Hier doe ik ook soms een beetje oplichten. En hier. Wat vinden jullie ervan? Is het nog ietsje te neutraal? Als je het doet, ziet het er gemakkelijk uit, maar het is echt niet zo. Pff, het is, ja, je moet gewoon aanvoelen. Hè? Elk gezicht is anders. Het kan net zo goed zijn dat als je iets nadoet van een andere make-up artist, dat het bij jouw gezicht anders uitkomt. Dus je moet eigenlijk gewoon experimenteren, vind ik. Beetje dieprode lippenstift. Ik hou niet van rode lippenstift. Ik heb dat vroeger een paar keer gedaan en ik vond dat... ja, ik hou wel van felle make-up in mijn ogen, maar dan hou ik het net iets subtieler bij mijn lippen. Dus ik hou eigenlijk van een meer peachy kleur. Dus ik heb er een peachy gloss. Ik doe een beetje product op mijn hand. En zou ik het eigenlijk met een kwast moeten doen, maar al mijn kwasten zijn vuil. Dus doe ik het gewoon met mijn vinger. Wie is single? Ik zei, hey, nog single? Nee, Dirk. Helaas. This is not a dating site. Nee, ik ben al 5 jaar heel gelukkig samen.
Het is een peach. Peachy lips. Je kan ook je lippen wat aanzetten met een potloodje. Dat kan natuurlijk ook. En trouwens, hè, bij mooie make-up hoort ook mooi haar. Hè? Dus dat is zeker de helft van het werk als je op stap gaat gaan. Mijn haar ziet er nu niet uit. Ik heb straks een douche gepakt. Ik heb ze even rap bij elkaar gepakt. Maar als je je mooi haar doet en als je haar mooi is en je make-up mooi, dan zie je er ineens gewoon super uit. Dit is eigenlijk een gloss die ik al super lang heb. Ik heb gewoon een random gloss genomen. Maar Sans Persoon heeft zeker ook peachy colors. Ze hebben pas heel veel nieuwe lipstickjes uitgebracht. Dus dan ga je zeker ook deze kleur terugvinden. Zien hadden dat. Even zien. Wat vinden jullie? Is er nog een beetje blush bij? Of niet? Misschien nog een beetje blush. Ik ga misschien nog eens even met mijn zwart potlood in mijn oog gaan. Dat doe ik ook altijd. Als mensen mij schminken, daarna probeer ik dat toch ook nog eens extra aan te zetten. Want tegen dat je helemaal gemake-up bent, heb je zo vaak met je ogen geknipperd dat de kleur een beetje is vervaagd. Zeker blush. Ja, doe maar wat blush. Ja, ik vind het wel oké, eigenlijk. Voor dit licht en zo. En ik vind het eigenlijk niet zo slecht. Het is een lichte avondmake-up met toch een soort van smoky eye. Kan ik nog eens zeggen welke kleur foundation en concealer wel. De foundation, dat is de powder foundation. Dat is kleurtje 3.0. Dus een loose mineral foundation. Ziet het? Zo. Voorwaar de nude parfait als lipstick. Voilà, de nude parfait of zo. Ja, iets peachy, iets... een beetje summery, hè? Je haar ook mooi twee kleuren. Met jou wel een pint drinken. Ik lust geen bier. Nee, dat is echt waar. Ik lust echt geen bier. Misschien wel een kriekskin of zo, maar ik... Nee, geen bier. Dirk, het wil me niet lukken, denk ik, jong. En gloss bonbon. En wel, dat heeft Katrien uitgelegd welke gloss je kan gebruiken in plaats van deze. Maar de blush die ik heb gebruikt vandaag, dat is eigenlijk de blush voor brunettes. En dat is de Mosaic Poeder. En dit ziet er zo uit. Dus dan zie je maar. Ik heb mij opgezet. Het is niet veel te fel. Maar dit is de manier hoe ik mij meestal opmaak. Ik ben niet zo fel in make-up. Maar ja, ik ben er wel oké. Ik ben wel blij mee. Niet blozen. Ja, ik ben aan het blozen. Ja, I know. Maar dat komt omdat ik er straks te snel live was gegaan. En toen kreeg ik ineens een heel rot gezicht. Maar ik heb het wel mooi weggeschminkt, toch? Zijn er nog vragen? Eigenlijk. Wel geen te moeilijke vragen, hè? Is alles een beetje egaal? Hoe kan je ervoor zorgen dat de lipgloss langer blijft zitten? Goh, een tip wat ik nog een visagiste heb zien doen van Sans Persoon is je lippen regelmatig scrubben. En dat werkt ook wel, want dan ben je eigenlijk af van de losse velletjes aan je lippen. En ik vind dat dan je lippen sowieso er wat mooier uitzien en dat de lipgloss wat langer blijft zitten. Vind ik wel. Caroline zegt een liedje.
Welk liedje? Ik heb eigenlijk net een nummer uit met Mandy. Dat is ook een vrouwelijke DJ. En het heet Warriors. Mag ik daar een stukje van zingen? No pressure, eh? Oké. And I won't give up fighting, not even when the world turns to dust. And I am so done hiding, I wanna fly towards the sun. I know I got a lot to learn though, but I know I'm not alone. We are warriors, we're here as one. We are warriors van Mandy en mij. Klein stukje. En denk eraan, we zijn allemaal warriors in deze rare coronatijden. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van mijn make-up tutorial. Op mijn manier, weliswaar. Nou, ik zie er uit om te gaan slapen. Nee, ik ga nog een leuke date na avond maken met mijn mannetje. Die staat daar om de hoek. Hallo. En ik ga jullie ook laten genieten van jullie avond. Dank jullie wel om te kijken. Heel veel kusjes. Maar ik zal nog even wachten. Zijn er nog vragen? Of ik zal niet meteen die camera afzetten als er nog maar vragen zouden zijn. Maar ik was al zenuwachtig voor deze. Dat de tijd op jou geen vat heeft. Ja, dat is niet waar, zo. Trouwens, ik ben 30 geworden. Afgelopen zaterdag. Part of trammetje 3. Maar ik vind het niet zo erg. Ik vond het misschien een beetje eng vorige week. Maar ja. We pakken het gelijk het komt. En we gaan er gewoon een heel mooi trammetje 3 van maken. Dus nogmaals, heel hartjes voor jullie. Dank jullie wel om te luisteren. Dank jullie wel om te kijken naar mijn persoonlijke make-up tips. Zo zie je maar, het hoeft niet helemaal precies te zijn. Doe het gewoon lekker rock'n'roll gelijk mij. Het komt goed. Dus als jullie nog vragen hebben over de productjes, jullie kunnen dat beter vragen via Sans Persoon zelf. Jullie kunnen waarschijnlijk berichtjes sturen en ze zullen je wel antwoorden. Het zijn topproductjes, echt waar. Het is gezond voor je huid en het zijn leuke kleurtjes en het dekt allemaal super goed. Dus ik ben heel erg blij met de productjes van Sans Persoon. Ga ervoor, begin te experimenteren met make-up. Jullie hebben toch de tijd nu, hè? Toch? Oké. Dikke merci om te kijken nog eens. En geniet van jullie avond. Stay safe, stay healthy. Bye! Wacht. Hoe moet ik daar afzetten? Voltooien. Oké, ciao!